Leeuwarden werkt hard aan haar bereikbaarheid. Maandag werd begonnen met zandtransport voor de aanleg van de Haak om Leeuwarden. Er moet 1 miljoen kubieke meter zand via een 4 kilometer lange pijpleiding naar de Werpsterhoek worden gebracht. Iedereen die de afgelopen tijd het Drachtsterplein is gepasseerd, heeft zelf ervaren hoe ingrijpend daar wordt gewerkt. Het Drachtsterplein wordt een compact kruispunt met verkeerslichten, half verhoogd uitgevoerd, met 4 half verdiepte fietstunnels en met 2 vrije rechtsafbanen. 1 stad in naar de Hemrik en 1 stad uit vanuit het Medisch Centrum Leeuwarden. Je kunt je eigenlijk geen voorstelling maken van hoe het er daar allemaal uit gaat zien. Vandaag verscheen op internet een aantal animaties van de toekomstige situatie rond het aquaduct dat de bestaande Drachtsterbrug gaat vervangen. Zowel uit het gezichtspunt van de automobilist als in vogelvlucht wordt in deze animaties getoond hoe het wordt. We komen aanrijden vanuit zuidelijke richting via de Drachtsterweg Leeuwarden in. Een nieuw aquaduct voert de weggebruikers onder het Van Haringsmakanaal door. De naamgevingscommissie van de gemeente Leeuwarden stelt voor om het nieuwe aquaduct in de Drachtsterweg te vernoemen naar de internationaal befaamde kunstenaar Escher. Naast Escher wil de commissie nog 2 vrijbaan aquaducten naar beroemde Leeuwarders noemen. Spionnen Mata Hari en componist Richard Hageman. We zitten echter voorlopig nog wel wat in de rommel. Volgend jaar wordt gestart met de aanleg van dit aquaduct en de totale Drachtsterweg met aquaduct moet half 2016 klaar zijn.